We hebben natuurlijk een eindverslag nog. Dat is bijvoorbeeld het eindverslag van de wedstrijd tussen Pierzil en CWO. U hoort Jan van Kleef. De wedstrijd deze middag van Pierzil tegen CWO. Dat was een wedstrijd van de nummer 3 tegen de nummer 7. Met een puntenverschil van 5. Dus CWO die had een behoorlijk gat kunnen maken ten opzichte van Pierzil bij winst. En Pierzil die maakte een behoorlijk gat bij winst. En dan kunnen we heel goed en kort samenvatten dat de winst is thuisgebleven. We hebben een eerste helft gezien met een vloeiend vlot combinerend Pierzil, waar uiteindelijk de ruststand 0 of 2-0 was. Wat eigenlijk misschien al 4 of 5-0 had moeten zijn. En het was in de 8e minuut Jan Jaspers op een voorzet van Alex van Dijk. En in de 37e minuut Patrick Korbel op een voorzet van Alex van Dijk. Die mensen wisten te scoren, zodoende 2-0. We gingen met 2-0 ook rusten. In de tweede helft was het CWO meer balbezit. Pierzil liet CWO uiteindelijk balbezit spelen. En die was eigenlijk een beetje afwachtend ten opzichte van de eerste helft. Was het ten opzichte vanaf Pierzil eigenlijk een beetje matig gecontroleerd voetbal. 2-0 voor, waarom zullen we ons moeilijk maken? Nou, dan werd het 2 minuten voor de officiële tijd, speeltijd, werd het nog spannend. Het was CWO die nog tegen wist te scoren en het was 2 tegen 1. En en die eindstand is gebleven. Dus uiteindelijk een dik verdiende overwinning, dat wel. De uitslag is uiteindelijk een beetje aan de magere kant. En als je mij vraagt, noem eens een man die uiteindelijk in jouw ogen de man van de wedstrijd zou moeten zijn. Ik heb hem al verschillende keren genoemd. En dan zeg ik Alex van Dijk.